Hallo, thuis. Welkom allebei, allemaal. Even overnieuw. Ja. Hallo, thuis. Welkom allemaal bij de grote muziekquiz van Philadelphia. Wat leuk dat jullie er allemaal weer zijn. Het is alweer 5 uur. Nou, ik ruik het eten al. Maar nog even geduld, want wij hebben nog een leuke quiz voor je. Met 9 vragen. Heb je trouwens een leuk filmpje? Dat hoeft niet vandaag gemaakt, maar het mag ook van vorige week zijn of van gisteren. Heb je een leuk filmpje waarin jij met al je vrienden leuk enthousiast te zien zijn? Stuur het op en dat kan naar het WhatsApp-telefoonnummer. Een leuke vraag of een leuke opmerking of misschien een complimentje aan ons. Dat mag ook. Dat kan je sturen naar hallothuis@philadelphia.nl. We hebben 9 vragen voor jullie. Ik zou zeggen, we gaan maar snel beginnen. Trouwens, ik ben natuurlijk Mira, de presentator van de quiz. Ik vergeet me bijna voor te stellen. En ik ben helemaal niks zonder het muzikaal talent van Lotte en Jelly. Wow. Hoi. Hoi. En niet met de deuren slaan. Ja, zuster, nee, zuster, niet op de stoelen staan. Ja, zuster, nee, zuster, denk aan de buren. Ja, zuster, nee, zuster, zijn dunne muren. Ja, zuster, nee, zuster, laten we allemaal doen wat we willen. Zonder te schreeuwen en zonder te gillen. Doe wat je het liefste doet. Ja, zuster, nee, zuster, dan is het altijd goed. Ja, zuster, nee, zuster, ja, zuster, nee, zuster, ja, zuster, nee, zuster. De eerste vraag is het liedje Ja, zuster, nee, zuster. Waar mag je nou eigenlijk niet opstaan? Is dat A, op de deur? Is dat B, op de tafel? Of is dat op de stoelen? Het goede antwoord is het laatste antwoord. C, op de stoelen. Wie wordt ook alweer de King of Rock'n'Roll genoemd? Dat is de vraag die we hebben gesteld bij vraag 2. Is dat A, André Hazes junior? Is dat B, Herman Brood? Of is dat Elvis Presley? Ik hoor het kraken bij jullie. Wise men say only fools. Het goede antwoord op de vraag was natuurlijk Elvis Presley. En zo zag hij eruit. Dat was nog eens een kapsel, hè? The King of Rock'n'Roll. Oh, en die donkerbruine ogen. Mijn hart smelt gewoon. Jelly laat ons nu iets horen. Ja, hoe heet dit stukje plastic? Dat stukje plastic waar je allerlei snaren mee in beweging kan brengen. Het kan een basgitaar zijn, het kan een akoestische gitaar zijn, het kan een mandoline zijn, het kan een ukulele zijn. Hoe heet dat stukje plastic wat jullie liet zien? Is het A, een plectrum? Is het B, een flippo? Of is het C, een go-go? Het goede antwoord is natuurlijk
plekterum. En nu gaan we kijken naar een leuk filmpje. Want Rick heeft een filmpje ingestuurd en dat heeft hij waarschijnlijk ook via de WhatsApp gedaan. Goed gedaan, Rick. Hartstikke leuk filmpje. Kijken jullie mee? Hij gaat iets vertellen over een contrabas. En je kan natuurlijk bedenken van, ja, wat is dan een contrabas? Stop met nadenken. Kijk gewoon mee naar het filmpje. En hij gaat je daar van alles over vertellen. En daarna komt er ook wel weer een vraag. Kijken jullie mee? Hoi, dit is een contrabas. Best wel een groot ding, hè? Er komen hele lage tonen uit. En het is eigenlijk helemaal niet zo'n ontzettend handig instrument om mee te nemen. Want als je mee wil nemen, dan moet je hem helemaal ergens naartoe sjouwen. En nee, dat is niet zo handig. Maar ik kan je misschien wel even laten horen hoe die klinkt. Zo dus. Weg, hè? Nou heb ik dus een vraag voor jullie. Jullie zien natuurlijk wel dat die erg groot is. Maar hoe groot is deze contrabas? Is deze contrabas net zo groot als een kip, een geit of een paard? Vraag 4. Hoe groot is een contrabas? Wat een joekel had die Rick me daar, zeg. Ongelooflijk. Was die nou zo groot als A, een kip? Was die zo groot als B, een geit? Of was die zo groot als een paard? En ik laat jullie nog even zien hoe groot een paard is. Nou, een geit is ongeveer zo groot. En een kip is ongeveer zo. Dus dan kan je even bedenken misschien wat het antwoord is. Het goede antwoord is namelijk paard. En er komt weer een heerlijk liedje van Lotte en Jelly. Welkom, welkom bij de drie biggetjes. Ja, vraag 5 van dit muzikale fragment, en wat deden ze het goed, hè, was maak het liedje af. Welkom, welkom, was het A, varkentjes, was het B, konijnen, of was het C, biggetjes? Het was natuurlijk C, biggetjes. Rogier stuurde ook een filmpje aan ons op. Hij heeft namelijk een heel bijzonder instrument. Kijken jullie mee? Hoi, ik ben Rogier en ik speel computer. Niet zomaar computer, drumcomputer. Zo'n drumcomputer is echt superleuk. En ook heel makkelijk, want hij is niet zo groot als een echt drumstel. En gelukkig ook niet zo hard, want ik zit er vlak met mijn oren bij. Als je goed hebt opgelet, dan weet je hoeveel verschillende geluiden hij kan maken. Tjonge, jonge,
Wat een ingewikkelde vraag had die Rogier. Heb jij goed geteld? Hoeveel geluidjes? Waren het er 1, 2, 3, 4? Nee, het waren er 11. Het goede antwoord is 11 geluidjes. Ja, Lotte en Jelly. Even opnieuw. Lotte en Jelly hebben weer iets bedacht hoor. Oh, oh, oh. Het zou leuk zijn als je natuurlijk gewoon ook zelf even een leuk klein muzikaal filmpje in wil sturen naar de WhatsApp. Dat kan naar WhatsApp en dat nummer komt hier in beeld. Oké. Je kan hem ook even inprogrammeren in je telefoon. Dat is handig. En dan zet je erbij, hallo thuis, dan weet je dat. Filmpjes appen. Hartstikke goed. Nou, hoor ik ze al aankomen? Oh, afstand. Je kan bijvoorbeeld een filmpje maken met het potten- en panorkest met alles wat je kan vinden in de keuken. Dus ga straks na de uitzending niet nu doen, dit kost allemaal hartstikke veel tijd. Kijk in de keuken wat je kan vinden. Nou, wat hebben wij gevonden? Allemaal potten en een lepel en een... Jelly heeft een pan. En dan gaan we met elkaar Hup Holland Hup zingen. Zijn jullie er klaar voor? Ja, ik hoor niks achter me. 3, 4. Hup Holland Hup. Laat de leeuw niet in zijn happy staan. Hup Holland Hup. Trek het deze geen pantoffels aan. Nog meer. Hup Holland Hup. Laat je uit. Want een leeuw op voetbalschoenen kan de hele wereld aan. Wat hartstikke lekker liedje. Je hebt dus gewoon je hele orkest gewoon thuis. Het is toch een geweldige tip. Je kunt deze cd trouwens winnen van Marco de Hollander bij het insturen van jouw filmpje. Nou, en die kan er wat van hoor. Hebben jullie hem ook al gezien? Jonge, jonge, jonge. Wat kan die man geweldig zingen? Oh. Hoe noem je dat instrument? Dat is de vraag bij vraag 8. Vraag 8. Hoe noem je dit instrument van Lotte? Was het een A, cabasa? Was het een B, beatring? Of was het C, een triangel? Het was een triangel. Dankjewel, Lotte. Goed, vraag 9. Alweer de laatste vraag bij deze quiz. Wie won The Voice of Holland in 2020? Ja, was dat Sophia Kruithof? Was dat B, Greet Prins? Of was dat C, Han van Es? Goedemorgen, Greet. Even kijken. Ja hoor. Oh, dat zijn ze. Ja, even kijken. Want dit is natuurlijk Sophia Kruithof. Ja, en dit is Goedemorgen, Greet. Nou, en Han, ja, Han zit er eigenlijk een beetje tussenin, zeg maar. Die heeft van allebei een beetje iets meer snor. En zijn haar nog een beetje. Daar hebben we geen opnames van. Het goede antwoord op vraag 9, dat was Sophia Kruithof. En dat was dus dat meisje met dat lange blonde haar. Dit was er. Zo, hè? Zo, ja.
Dit was er, Sophia Kruithof. Zij won The Voice of Holland in 2020. Nou, dan hebben we het alweer een beetje gehad. We gaan nog maar eens even lekker muziek maken met elkaar. Doen jullie mee? Zo zijn we alweer gekomen bij de quiz, bij het einde. Maar we zien jullie heel graag morgen weer terug. Stuur je filmpje nog even in naar het WhatsApp-adres. Heb je een leuke tip of een vraag? Stuur die naar hallothuis@philadelphia.nl. En ja, ik zou zeggen, ik zie jullie graag morgen gewoon weer. Zelfde tijd, zelfde plaats.